Hallo en bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jesse van der Velde en ik wil je een kort 2 minuten verhaal vertellen over hoe ik in de laatste 10, 12 jaar zelfs zelf het pad van optimale gezondheid heb bewandeld. En wat dat misschien ook voor jou kan betekenen als je meer energie wilt, een mooiere huid, beter in je vel wilt zitten, misschien wel last hebt van buikklachten of een paar kilo wilt afvallen. Je kunt een heel veel betere gezondheid hebben en veel fitter zijn op een veel gemakkelijkere manier dan dat je nu denkt. En mijn gok is dat je misschien nu nog niet helemaal weet hoe. En dat is waar onder andere deze video voor is. Want in de laatste 12 jaar help ik mensen met hun gezondheid. Eerst 1-op-1 als personal trainer. Ik stond letterlijk met mensen in de sportschool te trainen en hun voedingsadvies te geven. En ik deed zelfs toen ook al hormoonanalyses om te kijken wat gaat er mis in hun lijf en welke voeding is optimaal voor dat lichaam en de klachten en de hormonale disbalansen die zij hebben. Maar hoe langer ik me bezighoud met gezondheid en dat hele thema, hoe gemakkelijker ik het eigenlijk tracht te maken. Want er is inderdaad een fase geweest dat ik letterlijk tientallen zakjes met allemaal voedingsmiddelen en kruiden en spullen in de keuken had staan en dat allemaal door de blender deed. En je hebt misschien ook wel gehoord over de superfood hype die we hebben gehad een aantal jaren geleden in Nederland. Maar in essentie is het zo simpel als we hebben een lichaam en een lichaam heeft voedingsstoffen nodig. We hebben vitamines nodig, mineralen nodig, we hebben goede vetten nodig. We hebben daarvoor groentes nodig om die binnen te gaan krijgen. En we hebben algen voor de vetten nodig en voor de mineralen nodig. En veel van wat we echt nodig hebben, dat zit niet standaard in de voeding zoals we dat in de westerse wereld dagelijks eten. En onze voeding is ook heel ver af gaan staan van wat ons lichaam eigenlijk echt nodig heeft. Als je een tijdmachine zou hebben en je zou 40 jaar teruggaan in de tijd, dan zou hoe de kruidenier eruit ziet en wat hij verkoopt heel anders zijn dan wat je nu in de supermarkt ziet. Veel van de voedingsmiddelen die daar worden verkocht, die zijn bewerkt in zekere zin, zijn verhit, worden granen zoals tarwe voor gebruikt en gluten om het te binden en om het lekkerder te maken en worden suikers in wat voor vormen dan ook aan toegevoegd. En soms staat erop suikervrij, maar zitten er toch andere vormen van smaakstoffen in om het zoet te maken. En al deze voedingsmiddelen, ook veel waarvan worden gelabeld als gezond, staan in essentie heel ver af van wat onze moeder aarde ons letterlijk geeft. Want wat krijgen wij? Wij krijgen groentes. De broccoli, de spinazie, de radijs, de boerenkool, de bloemkool en al die groentes die letterlijk hier op onze aarde groeien. Dat is waar onze voeding begint. Hippocrates, de voorvader van geneeskunde, die zei 2000 jaar geleden al, voeding is ons medicijn en ons medicijn zou onze voeding moeten zijn. En daarna hebben we het fruit en de noten en de vruchten. En in zekere mate, afhankelijk van waar je in gelooft, kan je misschien vis eten of kan je misschien vlees eten en eieren eten. Dat waar jij voor kiest. Maar in essentie is wat wij rechtstreeks krijgen van onze natuur, is de basis van onze voeding. En je hoeft maar te kijken in de supermarkt en je ziet dat we daar heel ver vanaf zijn gaan staan met het aanbod. En door de vele suiker die wordt verwerkt in al die voeding, zijn we meer gaan snakken naar zoet. Zijn we meer verslaafd gaan raken aan suiker. En misschien herken je ook wel dat je af en toe zo kunt snakken naar iets zoets. En eigenlijk is dit heel eerlijk een heel slecht signaal om naar te luisteren. Want iedere keer wanneer we daarnaar luisteren, dan zijn we in reactie op een probleem wat in ons lichaam is gaan ontstaan. Namelijk een hormonaal disbalans en een darmflora disbalans en neurotransmitter disbalansen die ons die signalen geven van geef me trek in zoet. Bijna alsof je lichaam denkt dat het het nodig heeft, maar het is het voedingsstof en het voedingsmiddel wat je lichaam het minst nodig heeft. En mijn pad geweest is om te gaan ontdekken hoe voed ik mijn lichaam? Hoe zorg ik voor optimale gezondheid? Want er zit een heel groot verschil tussen een normale gezondheid en gezond zijn en optimale gezondheid. Wanneer je door de huisarts een bloedonderzoek zou laten doen van in wat voor vorm dan ook, dan zal hij al heel snel zeggen het is goed, het is gemiddeld, het zit binnen de normaalwaarde. Maar wat wordt gezien als normaal is wat gemiddeld is onder de mensen, maar het is verre van wat optimaal is.
Want wat ook normaal is geworden, is dat 50% van ook alle Nederlanders overgewicht heeft. Dat volgens de voedselconsumptiepeiling enkele jaren geleden maar een schokkende 2% van alle Nederlanders dagelijks voldoende groente en fruit binnenkrijgt. 2%. Het is maar zo'n klein getal. En geen wonder dat ziektes als diabetes en allerlei andere aandoeningen tot zelfs kanker aan toe helaas ook in ons land ieder jaar toenemen. En ik persoonlijk en wij in ons team vinden het belangrijk om daar wat aan te doen. Om mensen eerlijk voor te lichten over voeding. En om het ook heel erg simpel te gaan maken. En dat is het pad wat we bewandelen. Want een van de dingen die ik structureel ben gaan doen is groene juices maken en groene smoothies maken. Juices maken van bladgroentes in een juicer. En smoothies maken van bladgroentes met een paar stuks fruit erbij. En dan vervolgens water erbij, misschien wat eiwitpoeder erbij. En vervolgens heb je daar een heel groot gedeelte van je voedingsstoffen al in één keer binnen. Want maar 2% van de Nederlanders eet dagelijks groente en fruit. Het is niet gemakkelijk om 100 gram bladspinazie, leg het maar eens vers op je bord, om dat op te eten. Het is een hele hoop. Maar het is heel gemakkelijk om 100 gram bladspinazie in een blender te doen, water erbij, twee stuks fruit en je hebt een smoothie. En we denken, gaan de voedingsstoffen niet stuk? We denken, hè, moeten we dat niet dan zelf kouden? Is dat wel gezond? Vroeger deden we dat ook niet. Maar vroeger hadden we ook meer tijd dan nu. Het is een van de snelste manieren om dagelijks je voedingsstoffen binnen te gaan krijgen. En wanneer ik zo net in deze video heb gesproken over mijn pad naar gezondheid, is het pad geweest naar het steeds gemakkelijker maken, het steeds meer terugbrengen naar de essentie van voeding. En dat is letterlijk de groentes, de kruiden die ons lichaam ons geeft. De algen, een van de grote voedingsgroepen die wij missen. Want algen zijn zo voedingsrijk en we zijn bang, ja, de zee is verontreinigd. Maar algen worden gelukkig ook in een beschermde omgeving in tanks gegroeid. En wat hebben onze darmen nodig? Je weet misschien hoe belangrijk de darmflora zijn. En dat we daar goede bacteriën voor nodig hebben. En dat we vitamine C onder andere nodig hebben. Dus we hebben de groentes, we hebben de algen, we hebben de antioxidanten, we hebben de kruiden, we hebben de probiotica voor onze darmen. En ik wilde af van 20 verschillende zakjes die in mijn keuken stonden, om dat allemaal op ieder moment te gaan gebruiken in een blender te doen. En ik wilde een gemakkelijkere manier en een goedkopere manier die efficiënt is. En dat is waarom we Green Juice hebben gemaakt. En je kent misschien Green Juice. Dit is een product wat ik letterlijk vanuit bijna mijn eigen hart, en terwijl dat zo cliché klinkt, is het zo waar, ben gaan maken. Dat ik iets wilde wat ik zelf dagelijks ging nemen en ik neem het dagelijks oprecht. Dat ik mensen wilde helpen om het gemakkelijker te maken dagelijks de basis van hun voedingsstoffen in één keer binnen te krijgen. Om dagelijks het gevoel te hebben, oké, dat heb ik binnen. Want we hebben niet altijd evenveel tijd om gezond te eten. Om een echt energiedrankje te hebben in plaats van koffie of laat staan blikjes energiedrank die zo schadelijk zijn voor onze gezondheid. Maar wat als we eventjes meer energie willen? Of wat als we snakken naar iets zoets of naar iets suiker? Luister niet naar je trek in zoet. Wat doen we dan? Wat eten we dan? En het simpele is je neemt een theelepel, je voegt er water aan toe. Of je voegt er appelsap aan toe als je hem zoeter wilt. Of kokoswater aan toe of sinaasappel aan toe. Ik drink het zelf meestal met water, maar doe het op je eigen manier. Drink het en that's it. En waar het op neerkomt is grofweg zo'n 80 cent per dag voor een glas juice. En dan wordt het daarna zo simpel en zo gemakkelijk. Namelijk, wil je de basis van je voedingsstoffen in één keer binnen hebben 's ochtends of later in de dag? Wil je een energiedrankje hebben dat goedkoper is dan een blikje energiedrank in de supermarkt, maar wat is gemaakt van wat rechtstreeks uit de aarde is gehaald, is gedroogd, is voorgeduced. En wat het lichaam voedt, het de voedingsstoffen geeft die het nodig heeft. En dat is waar ik persoonlijk voor kies. En mijn missie in ons bedrijf is heel veel meer dan alleen maar Green Juice. Want we begeleiden en helpen mensen iedere dag met hun voeding, met wat ze eten, met hun workouts. Zelfs met 1-op-1 persoonlijk advies en al die dingen zijn allemaal mogelijk. Maar de belangrijkste uitnodiging die ik nu voor je heb, is om te besluiten,
kies je of voor de gemiddelde gezondheid die we hebben. Waarbij de statistieken ook in Nederland laten zien dat we ieder jaar dikker worden, dat we ieder jaar meer ziekte hebben. En kies je ervoor om onderdeel te zijn van die statistieken en daarbij te horen? Of kies je voor optimale gezondheid? Persoonlijk kies ik voor, ik word geen statistiek. En ik kan morgen onder een bus komen en ik kan van alles krijgen wat ik niet van tevoren heb gepland, want zekerheid heb je nooit. Maar de zekerheid die ik wel heb, is dat ik in de tussentijd zorg voor mijn lichaam. En ga voor optimale gezondheid. Want ik wil uit het leven halen wat ik eruit wil halen. Ik wil fit zijn, ik wil gezond zijn. Ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kleine kinderen. Want voor mij zijn ze nog jong. En dat zijn de dingen waarvoor ik het doe. En dat uiteindelijk is het pad dat we bewandelen. En onze community is een community van superfoodies. En het is de superfoodie levensstijl. Van kiezen voor jezelf. Kiezen voor je gezondheid. Kiezen voor schone, gezonde voeding. En wanneer je start, dan helpen we je met meer dan alleen maar het product te leveren. Maar dan word je lid van onze club, word je lid van onze community. Gaan we je de recepten geven, de levensstijl geven en nemen we je mee bij de hand. En ik hoop je daar te mogen gaan zien. Ik hoop je van deze video op Facebook te halen naar onze Facebook community, naar onze besloten groep. En samen dit pad van optimale gezondheid te bewandelen, want dat is waar ik het uiteindelijk echt voor doe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video inspirerend vond. Ik hoop je reactie te lezen hieronder deze video. En ik hoop met je in contact te komen, virtueel of in het echt. Bedankt voor het kijken. Ik zie je bij een volgende video.